Hallo en welkom bij Museum TV. Mijn naam is Henk Leutscher en ik ben, veel mensen kennen mij van de stadswandelingen in Leeuwarden voor A Guide to Leeuwarden. Maar ik ben ook museumdocent in het Fries Museum. En het Fries Museum heeft elke woensdag een aflevering van Museumdocent. En dan laten we een klein stukje van onze collectie zien. Omdat het volgende week 4 en 5 mei is, gaan we deze keer naar het Fries Verzetsmuseum. En daar kun je allemaal verhalen zien en lezen over de Tweede Wereldoorlog. En ook allemaal voorwerpen zien die verhalen vertellen. De Tweede Wereldoorlog, er zijn heel veel musea's over. Deze gaat specifiek over Friesland. En waarom zijn er zoveel musea's over? Dat was natuurlijk omdat het een hele bijzondere tijd was. Heel veel mensen dachten later, dit moeten we niet vergeten, dit moeten we doorvertellen, dit moeten we niet weer laten gebeuren. Maar het was ook een heel bijzondere tijd. Ja, dat is het nu natuurlijk ook. We leven nu ook een beetje een vreemde tijd. Natuurlijk is het niet zo erg als de oorlog, gelukkig. Maar het is wel een vreemde tijd. En we weten ook niet hoe lang deze tijd duurt. Normaal gesproken in deze tijd zou ik heel veel schoolkinderen hier mee naar het museum nemen. En die komen dan in grote getalen uit heel Friesland hier langs. En die gaan we hier rondleiden. Maar nu gaan we dat even virtueel doen. Zoals ik net zei, weten we dus niet helemaal hoe lang deze tijd duurt. Dat weten we pas achteraf. En dat weten we hier ook. Dus we zeggen, kom maar mee, gaan we naar de tijdlijn. Kunnen we die even kijken hoe lang die Tweede Wereldoorlog duurde. Want hier om de hoek hebben we de tijdlijn. Kijk, voor de mensen die in de oorlog leefden was het natuurlijk allemaal onzeker. Van, ja, wanneer is het voorbij? Wanneer moet ik naar de kapper? Of moet ik mijn haar zelf gaan knippen als je gaat onderduiken? Moet ik ander werk gaan zoeken? Moet ik misschien allerlei vragen die mensen toen hadden. En dat was natuurlijk bij ons ook net zo goed, zo de afgelopen weken. Ik weet niet of veel van jullie het nog kunnen herinneren dat Rutte zei, je mag geen handen meer schudden. Dat voelt nu wel heel normaal, maar dat was eigenlijk maar heel kort geleden. Nou, hier ook een hele leuke foto van net voor de oorlog, net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1939, dat is van de mobilisatie. En dan zie je dat een aantal militairen helemaal klaar zijn voor de oorlog. En allemaal schoolkinderen die komen nieuwsgierig een kijkje nemen en zijn te lachen. En die kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat er een oorlog gaat gebeuren. Uiteindelijk gebeurde die oorlog natuurlijk wel. En heeft die oorlog zo'n 5 jaar lang geduurd. Dat kunnen we nu heel mooi in de geschiedenisboeken zetten en hier zo'n mooie tijdlijn zetten. Maar voor die mensen op dat moment was het natuurlijk heel onzeker allemaal. Ik ga die zo meenemen door dit museum. En dan ga ik jullie een paar mooie foto's laten zien en een paar mooie voorwerpen laten zien. En dan ga ik mooie verhalen over vertellen. Dus dit is even de tijdlijn. Maar laten we vooral door het museum lopen. Hier nog even een korte foto, even kijken van het plein waar we nu zijn. We zijn nu in het Fries Museum, maar die stond natuurlijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nog niet. En je ziet hier een foto van het plein met hier achter de beurs, de spaarbank en hier het weeshuis. En hier in het midden zie je meneer Seys in kwart. En dat was de Rijkscommissaris, de leider van de nazi's in Nederland. En die kwam hier dus op bezoek. Hij was al vrij snel op bezoek, hij is ook naar het Fries Museum, die dus toen op een andere plek stond. Heeft hij bezocht en hij heeft ook een Friese boerderij bezocht, want hij wilde graag de Friese nationale beweging daar een beetje vriendelijk mee zijn en ze een beetje lekker maken voor de nationaal-socialistische beweging. Dus die waren hier al heel snel, al in juni 1940 waren ze hier op bezoek. Deze foto is van een ander moment, tijdens een parade ergens in 1943. En die staat dus op de plek waar het museum nu staat. Nou, laten we een stukje verder lopen. Dan hebben we hier allemaal portretten van mensen.
Hoor je nu wel weer geluid? Ja, ik zie je voeten. Is het voeten? Ik hoor dat er even iets mis is gegaan. Ik weet niet hoeveel jullie hebben gemist. Ik geloof dat ze nu weer te horen zijn. Dus dan ga ik even verder met waar ik gebleven was. Ik was aan het vertellen dat in deze zaal, die heet Ontmoeting, en daar ontmoeten we allemaal mensen uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel pilaren en op die pilaren zie je foto's van mensen die verhalen vertellen. En achter mij zie je een foto van meneer Feitsma. En dat was een burgemeester in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd burgemeester in de Tweede Wereldoorlog. En dat was hij geworden omdat hij lid was van de NSB. De partij die met de Duitsers samenwerkte. En hij was lid geworden van die partij omdat hij vooral geloofde dat de positie van boeren moest verbeteren. Daar geloofde hij heel erg in. En dat was zijn motivatie om lid te worden van de NSB. Dus je zou in eerste instantie zeggen, dat is echt een hele foute, verkeerde man. Hij heeft natuurlijk bij de verkeerde partij gekozen. Maar gaandeweg de oorlog kwam je er ook achter dat in zijn gemeente wel degelijk onderduikers zaten. En hij heeft dat, daar niet iets mee gedaan, omdat hij eigenlijk een beetje tegen die harde opstelling ten opzichte van Joden was. Dus hij heeft dat niet doorgegeven. Dus in zekere zin heeft hij ook weer mensen gered met zijn positie. Maar na de oorlog is hij natuurlijk wel veroordeeld tot collaborator. Maar dit verhaal geeft wel goed weer dat er niet alles zwart en wit is. Natuurlijk heeft die man de verkeerde keuze gemaakt, de verkeerde partij gekozen, maar hij heeft ook goede dingen in die positie gedaan. Dat maakt het allemaal wat lastiger. De wereld is niet zwart en wit. Daarom vind ik het altijd leuk om dat soort verhalen te vertellen. Nou, we hebben nog veel meer verhalen, daarvoor moet je vooral een keer terugkomen. We hopen in juni weer open te kunnen gaan. Ik zal die zo verder meenemen. En wat ik ook nog even wil vertellen is dat je vragen kunt stellen. Ik was het even vergeten te zeggen net. Maar als je vragen hebt, schrijf ze even in de comments. Ik ga eerst een paar dingen vertellen. En aan het einde dan ga ik even een aantal van die vragen beantwoorden. Dus heb je een aantal vragen, stel ze gerust. Ik neem jullie nu even mee naar de zaal hiernaast. Daar hebben we allemaal voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. En die voorwerpen zelf zijn vaak niet zo heel bijzonder, maar ze vertellen vaak een heel bijzonder verhaal. We leven nu natuurlijk ook in een bijzondere tijd, waarin we niet weten hoe lang het allemaal gaat duren. Wanneer moet ik mijn eigen haren knippen? Wanneer moet ik aan de werk zoeken? Allemaal vragen die we hebben. Nou, die vragen die komen later waarschijnlijk niet in de geschiedenisboeken terecht, maar die schrijven mensen wel op in hun dagboeken. Nou, in de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk heel veel dagboeken geschreven. De bekendste is natuurlijk van Anne Frank. Maar ook in Friesland zijn er meerdere mensen die wel een dagboek hebben geschreven. En een hele leuke is hier eentje. Van Toe Hofstra. En dat is die zie je hier. Ze heeft een aantal schriftjes geschreven. Je ziet hier een aantal. En die schriftjes die heeft ze geschreven toen de oorlog begon was ze 16. En toen heeft ze dus alles bij elkaar verzameld. Ze ziet hier een advertentie van brandnetels. Wat je allemaal niet met brandnetels kan doen. In tijden van schaarste. En meer tijden van schaarste. Hier iets over noodbreedwet. Dat een nieuwe soort shack is, bug shack. En dat is eigenlijk een beetje een samenraapsel van allemaal dingen die van de grond zijn geraapt met de papiertjes door. En daarmee maakten ze maar een nieuwe shack van. Nou, Toe Hofstra heeft 10 van die schriftjes gemaakt. Als je het heel erg leuk vindt en nieuwsgierig bent, in het museum kun je een paar bladzijden er zien die openstaan slaan. Maar op de website www.oorlogschriften.nl kun je alle 10 de schriftjes bekijken. En dan kun je ze ook gewoon even nalezen. Misschien zijn er ook wel mensen, kijkers, die zelf nu een corona-dagboek bijhouden. Dit is natuurlijk ook een bijzondere tijd. En we gaan even hier de hoek om, want er zijn nog meer mensen die iets met een dagboek hebben gedaan. En dat is van een fotograaf uit Zwolle. En die werd opgeroepen om te gaan werken voor de bezetter. En daar had hij geen zin in. En toen is hij gaan onderduiken. En gaan duiken in de buurt van Grauw. En zijn kinderen vonden dat een geweldige tijd. Zijn Hans en Gerrit de Haas. Hier zie je wat speelgoed van hun in de vitrine. En hier ook nog wat meer speelgoed van hun. En daarachter zie je de camera van de vader. En met dat speelgoed hadden ze een hele leuke tijd. En ze vonden het geweldig op die boerderij in de buurt van Grauw. En ze konden lekker spelen, hadden alle vrijheid. Maar die vader hield een dagboek bij en die schreef daar vooral in dat hij heel erg bang was van wat zou er gebeuren als de bezetter hun zou ontdekken en wat zou er dan met hun kinderen gaan gebeuren. Dus die had veel angst, terwijl de kinderen het wel een leuke tijd hadden. En pas na de oorlog, hebben die kinderen dat dagboek gelezen en lazen ze eigenlijk wat voor angst hun vader had, terwijl ze dat zelf niet door hadden. Nou, dat is iets wat nu misschien ook al gebeurt. Veel ouders zitten misschien met hun handen in het haar, terwijl kinderen heel veel lol hebben in huis.
Dus dat zijn ook dingen dat verschillende mensen beleven verschillende tijden op een andere manier. Nou, ik ga je nog wat meer voorwerpen laten zien. Hier zie je in deze vitrine een kast of een kist met allemaal voorwerpen van de FABU. En de FABU is het falsificatiebureau. En daar zaten twee mannen in. Dat was Jan Halsma en Jan Eysen. En dat was, ene man was een reclametekenaar en de andere was een bouwtekenaar. En samen konden ze eigenlijk bijna alles wel vervalsen wat de Duitsers maakten. Dus als de Duitsers stempels maakten, werden die vervalst. Iemand nam een kopietje mee en die gingen ze natekenen en vervolgens weer een nieuwe stempel maken. En zo konden ze allemaal nieuwe ausweisen bewijzen om een vrijstelling om je fiets te moeten inleveren of een nieuw paspoort of dergelijke. Allerlei dingen konden ze opnieuw namaken. En zo hebben ze heel veel mensen gered daarmee. Nou, als we iets doorlopen, zien we ook iets heel groots hier liggen. En dat hele grote, is een hele grote container met nog een stukje parachute eraan. En dat is iets dat uit de hemel is gevallen. En dat kan niet zomaar naar beneden, daar zaten allemaal wapens in. Want het verzet in Friesland had natuurlijk had niet allemaal wapens. Niet iedereen heeft hier zomaar wapens. Dus die werden gedropt in landerijen. En dan werd er vaak een codezin doorgegeven. Ik geloof dat hier de codezin was, de worm heeft rode haren. En als de Duitsers dan meeluisteren, hebben die natuurlijk geen idee waar het over gaat. Maar dan kwamen er allemaal... allemaal wapens uit. Stengun, Brengun en ook potloden zat op de lijst. Dat waren waarschijnlijk explosieve potloden, niet potloden met de kleuren. En zo konden verzet natuurlijk weer een tijdje met overvallen plegen en dergelijke met wapens. Maar het was natuurlijk wel heel gevaarlijk om deze dingen te droppen, want het waren op één plek kwamen allemaal die dingen naar beneden. Het duurde natuurlijk even voordat die naar beneden kwamen. En er waren er heel veel verzetsmensen daarbij één om die wapens weer te gaan verspreiden. Nou, als we een klein beetje doorlopen. Ik sla een heleboel dingen over, maar we gaan je gewoon een beetje een voorproefje geven. Dus als je nog meer van die dingen wil zien, dan moet je vooral een keer langskomen, want er zijn heel veel mooie verhalen. We hebben hier om de hoek nog een hele grote kist en die wil ik ook graag even laten zien. Want die kist die heeft op een plek gestaan waar heel veel mensen denk ik wel zijn geweest in Friesland. Deze kist heeft gestaan in het Burmaniahuis en dat is nu het gemeentehuis van Leeuwarden. En die was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen door de SD, de Sicherheitsdienst. En dat was, die waren verantwoordelijk voor de inlichtingen. Die gingen mensen martelen en proberen verzetstrijders op te sporen. En in deze kist, dat was oorspronkelijk een kist voor koeien om in te drinken. Hij is van binnen bekleed met zink. Zo bleef het water erin zitten, konden de koeien drinken. Hebben ze mensen gemarteld. Ze konden de klep dicht doen. En een soort waterboarding, in de Irak-oorlog ook deden, dat deden ze dus ook al in de Tweede Wereldoorlog. En zo hebben ze verzetsmensen proberen te laten praten. En deze heeft dus daar in het Burmaniahuis, waar nu mensen in de gemeente Leeuwarden hun paspoort of rijbewijs ophalen, heeft die gestaan en heeft die ook gewerkt. Dus als mensen een keer daar moeten zijn voor wat voor zaken ook, en je moet wachten voordat je wordt geholpen aan de balie, dan moet je even achter je kijken, want op de muur achter je staat een heel groot monument over deze gebeurtenis. Wat je ook nog ziet is een stukje van de Rodeburg-film. Dat zijn allemaal beelden van een tandarts. En die heeft op de Troelstraweg vanuit zijn woonkamer heeft hij een aantal beelden geschoten. En het meest bijzondere wat hij geschoten heeft, dat gaan we nu waarschijnlijk net niet zien. Maar dat kun je ook opzoeken op internet. Dat is echt bijzondere beelden. Dat zijn beelden van een deportatie van een Joods gezin. Nergens ter wereld is dat op film gezet, maar wel in Leeuwarden. De jongen die heeft vanuit zijn huiskamer gefilmd. En toen waren de beelden te zien van de familie die klaar stond om meegenomen te worden op transport naar Westerbork. En de mensen die hem in het beeld ziet, die zijn een week later vergast. Maar als je die beelden ziet zonder context, dan zie je er niks raars aan. Je ziet gewoon mensen die klaar staan met hun spullen. Want ze hadden van tevoren een lijst gekregen wat ze mee mochten nemen naar Westerbork. Ze staan klaar en ze worden opgewacht door een politieman. In dit geval meneer Dreeuws, die ook in het verzet actief was. Die neemt ze mee. Een andere politieman die begeleidt ze naar Westerbork en vervolgens zijn ze vermoord. En nog wat later werd hun huis leeggehaald door een ander lokaal verhuisbedrijf. Dus de dingen die je beeld ziet zijn heel normale scènes, maar achter de scènes gebeuren natuurlijk hele gruwelijke dingen. Maar het is een uniek beeld, dat nergens ter wereld is, alleen hier in Friesland. Nou, de wereld is natuurlijk niet zwart en wit, zei ik net ook al. Hier hebben we een schilderij van Robert Roerkool. Of Rob Roerkool, en dat is een schilder uit Duitsland. Hij is geboren in Duitsland en hij is in 1929 verhuisd naar Friesland.
En dan was hij ook lid van de Friese kunstbewegingen. Hij had met alle toonaangevende kunstenaars uit die tijd had hij goed contact. Iedereen die hem kende uit die tijd, die beschreef hem ook als een hele vriendelijke en leuke man. En hij schilderde typische Friese taferelen. Dit is een boerderij in de buurt van Grauw ergens. En ook zijn werk werd hier tentoongesteld in het Fries Museum, in het Prinsessenhof zijn tentoonstellingen van hem geweest. Alleen toen brak de oorlog uit en hij had een Duitse nationaliteit. Hij voelde zich Nederlands, hij voelde zich Fries, hij voelde zich hier thuis, maar hij had wel een Duitse nationaliteit. En dat betekent dat hij op een gegeven moment gearresteerd is, of niet gearresteerd, dat hij opgeroepen is om te gaan vechten voor de Duitsers. Dat was een meldplicht en hij heeft dus ook gediend in het Duitse leger. Hij heeft geen erge dingen gedaan. Maar uiteindelijk is hij dus wel in het Duitse leger heeft hij gezeten. En op het einde van de oorlog is hij als krijgsgevangene meegenomen naar Duitsland in de kampen gezeten. En toen hij daar uit was, wilde hij graag weer terug naar zijn huis, naar Nederland, naar Friesland. Maar dat mocht niet, want de Nederlandse regering in ballingschap had een wet ingevoerd dat alle Duitsers niet meer welkom waren in Nederland. Die in het leger gediend hadden, dus hij ook niet. En hij is ook nooit meer teruggekomen in Nederland. Hij heeft nog wel een keer aan de grens gestaan, maar hij werd dus niet toegelaten. En toen 10 jaar later mocht hij in theorie wel weer komen, maar is hij ook niet meer geweest. En hij is daarna vooral wat donkerder werk gaan maken. En zijn werk dat eerst toch wel zien als toonaangevend van de Friese beweging, dat is eigenlijk nergens meer hier in Friesland te zien, of niet in musea's te zien, omdat hij toch een Duitser was die in het leger had gediend. De werkelijkheid is dus niet helemaal zo zwart-wit. Dan hier ook nog een steen hier op een sokkel. Dit is een bijzondere steen. Als je het gewoon ziet, denk je, dit is gewoon een steen waar ze de straten mee te leggen. Alleen deze steen die komt uit Mauthausen. En Mauthausen was een concentratiekamp in Oostenrijk. En had je een steengroeven. En daar moesten gevangenen heel hard werken om die stenen te graven. En vervolgens met zakken vol met deze stenen de trap op te lopen om ze dan weg te transporteren. En die steen is echt heel zwaar. Als die schoolkinderen zijn, dan laten ze altijd even tillen. Je kan hem gewoon tillen, maar hij is echt zwaar. Je kan me moeilijk voorstellen dat je er hier meerdere van mee gaat sjouwen. En dan hadden die gevangenen natuurlijk ook heel slecht gegeten, kregen heel weinig te eten, waren verzwakt. En dan de hele dag door meerdere van die stenen sjouwen, trap op, trap aflopen. Je kunt nagaan dat er heel veel mensen van uitputting zijn gestorven. En ook een heleboel Friezen zijn daar om het leven gekomen in Mauthausen, in Oostenrijk. Lopen nog een klein stukje verder hier. En dan hebben we hier nog wat bijzondere schoenen. En dit worden de schoenen van de waanzin genoemd. En die schoenen zijn oorspronkelijk van een Amerikaanse militair. En die is neergestort en toen moest een Duitse militair moest dat opruimen en die kwam daar in een dorpje terecht en die heeft dat opgeruimd en die moest daar ook ergens slapen. Dus hij heeft een willekeurig adres heeft hij aangebeld en heeft gezegd ik kom hier een paar dagen slapen want ik moet het vliegtuig opruimen. En op het adres waar hij aanbelde was ook een Joodse onderduiker. Dus hij belde aan, de deur ging open en achter op de trap stond die Joodse onderduiker. En die militair deed zijn woord en die Joodse onderduiker zei vervolgens in zijn beste Fries, want het was ook nog een Duitse Joodse onderduiker, hij kan wel bij mij sliepen, vader, hij kan wel bij mij slapen. Dus die Duitser is met die Joodse man naar boven gegaan, naar de slaapkamer waar die Joodse man ondergedoken zat. En ze hebben een paar dagen lang in hetzelfde kamertje en zelfs in hetzelfde bed geslapen. En ze konden het verder goed met elkaar vinden. En die Duitse soldaat die was aan het opruimen en die zag dus dat er in dat vliegtuig nog een dode Amerikaanse piloot zat. Die had een mooie schoen aan, die had hij niks meer aan, maar die waren dus dood. Dus hij dacht, die schoenen neem ik mee en die ga ik lekker voor mezelf houden. Alleen, hij was dus een tijdje bij die mensen en hij zag dat die Joodse onderduiker veel slechtere schoenen had. En hij wist natuurlijk niet dat het de Joodse onderduiker was, hij dacht gewoon dat is de zoon van die man die hier woont. En toen heeft hij die aan hem geschonken als een geschenk van, jij hebt ze harder nodig dan ik, dus hier hou jij ze maar. Nou, die Joodse onderduiker heeft er even mee gelopen, maar het was dus toch niet helemaal zijn maat. Dus hij heeft ze uiteindelijk ook weer geschonken aan de mensen waar hij ondergedoken zat. Dus deze schoenen zijn van een Amerikaanse piloot geweest, van een Duitse soldaat, van een Joodse onderduiker en van Friezen die onderduikers hielpen. Dus dat maakt het wel hele bijzondere schoenen. Ik weet niet precies hoe we met de tijd zitten, of er al vragen zijn. Zijn er al wat vragen gesteld? Ik kan het zelf niet zien, maar... Ja.
Christina vraagt, wat is jouw favoriete WO2-verhaal? Wat mijn favoriete verhaal is? Ja. Nou, ik vind het vooral, ik heb er al een paar verteld eigenlijk. Wat ik heel leuk vind om te vertellen is juist een beetje die, dat het niet alles zwart-wit is. Dus over Robert Rockel, een Duitser, we denken allemaal, de Duitsers waren allemaal slecht, en het waren natuurlijk niet allemaal slecht. Er waren natuurlijk wel hele slechte Duitsers, maar niet alle Duitsers waren slecht. En net zo ging het ook met Nederlanders. Niet iedereen zat in het verzet. Er waren heus wel mensen die in het verzet zaten, maar niet iedereen. Dus dat probeer ik vaak een beetje, dat vind ik leuk om te vertellen. Dus dat verhaal van Robert Rockel bijvoorbeeld, of van meneer Feitsma, dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen. Nog meer vragen, of zal ik gewoon een ander voorbeeld nog even erbij pakken? Oké. Zullen we dan nog even een ander voorbeeld erbij pakken? Dan lopen we nog even een klein stukje door. Even kijken wat nog leuk is om te vertellen. Ja, hier is nog iets leuks. Nou, iets bijzonders. Hier hebben we namelijk een soort rietkraag. En dit is geen rietkraag, maar dat is een... die zijn allemaal foto's op. En die foto's die zijn van allemaal verzetsmensen die in Friesland zijn gestorven. En dit moet dus een rietkraag voorstellen, want riet dat waait met alle winden mee. Dus wie er ook in de macht is, ze doen wat de nieuwe machthebbers zegt. In dit geval zijn het mensen die hebben gezegd, nee, wat er nu gebeurt in de Tweede Wereldoorlog is niet goed. En daar moeten we ons ook actief voor inzetten. En die zijn daardoor uiteindelijk om het leven gekomen. En dat zie je dus hier. Die hebben ze hun rug rechtgehouden, daarom is het geen rietkraag, maar een ijzeren rietkraag die dus keihard is. En heel veel mensen die vragen altijd, zijn mensen die hoger zijn belangrijker dan mensen die laag zijn, maar dat maakt helemaal niks uit. Ze zijn gewoon willekeurig opgeplakt als mensen die in het verzet hebben gezeten en zijn omgekomen. We kunnen hiervan niet heel goed veel zien, maar misschien even die kant erop. Wat misschien is nog leuk om nog even een verhaal te vertellen van een van die mensen die we op de fotowand hadden. Want we hadden een hele grote fotowand. We hebben hier een hele grote fotowand van allemaal mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En er zijn dus allemaal willekeurige foto's. Ook niet alle foto's weten precies het verhaal van. Maar je ziet er wel heel veel verschillende foto's die allemaal de oorlog op hun eigen manier hebben meegemaakt. En een van de foto's die ik altijd even uitpik is deze foto. Omdat ik een aantal jaar geleden een keer hier een groep Joodse mensen mocht rondleiden. En dat was voor mij wel, ik vond het een beetje ongemakkelijk. Omdat ik dan dacht, ja, wie ben ik nou om jullie iets te gaan vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Terwijl je dat zelf hebt meegemaakt en daar ook slachtoffer in zijn geweest. En ze zeiden, nee, doe het vooral wel en vertel je verhaal, dat vinden we alleen maar leuk om te horen. Dus ik heb dat gedaan en toen kwamen we ook langs deze fotowand en toen zei een van die mensen die meeliep, hij zei van, ik sta ook op deze fotowand, weet je wel wie ik ben? Nou, dat wist ik natuurlijk niet, het was een oude man. En hij zei, ja, ik ben deze jongen hier en dat is David van Muiden en dat is een jongen die uit Amsterdam kwam en die heeft hier in Friesland de oorlog overleefd. Hij heeft het gedaan onder een smoes. Hij werd verteld, dit is een jongetje uit Rotterdam. En zijn ouders zijn omgekomen bij het bombardement. Dus vraag hem vooral niks over Rotterdam, want dat is allemaal traumatisch. En daardoor ging dus niemand ook naar hem daarover vragen. En zo heeft hij de oorlog overleefd. En het is ook maar goed ook dat niemand iets naar hem vroeg over Rotterdam, want hij wist ook helemaal niks van Rotterdam. Hij kwam uit Amsterdam. Uiteindelijk was het toch een beetje te gevaarlijk op die plek waar hij zat. En toen is hij naar een andere plek gegaan om daar onderduiken in Leeuwarden. En daar is hij op een gegeven moment ziek geworden, moest hij naar de dokter. En die dokter is toen achtergekomen dat hij Joods was. En die dokter was een NSB'er, dus was iemand die met de Duitsers samenwerkte. Dus toen was die onderduikfamilie helemaal in paniek van wat nu, wat als hij hem gaat verraden, dan is het gedaan met hem en wat gebeurt er met ons. Dus toen hebben ze snel het verzet ingelicht en die zijn naar die dokter gegaan en die hebben gezegd van als de jongen nu iets overkomt, dan weten we dat jij hem hebt verraden en dan weten we jou te vinden. Dat dreigement, daar was die dokter zo van in de indruk dat hij die jongen met rust heeft gelaten. En zodoende heeft hij de oorlog overleefd en zover ik weet leeft hij nog steeds. Er was net voor de coronacrisis was er nog een hele mooie tentoonstelling in Tresor die geopend was. Over oorlogskinderen die in Friesland zijn ondergedoken.
Ook met de Leeuw de Kranten samenwerking. En die, hij was ook een van die kinderen die daar tentoongesteld werd en waarin zijn verhaal werd verteld. Nou, ik ga hier denk ik mee stoppen straks. Ik wil je nog wel even vertellen dat als je dit leuk vindt, deze verhalen, kom vooral een keer terug naar het museum. Als jullie, als dat weer kan natuurlijk, we hopen in juni weer open te kunnen gaan. Dan is ook een nieuwe tentoonstelling, Oog in Oog met de Oorlog, waar je nog veel meer beeldmateriaal kan zien. Wil je meer van het museum op een digitale manier bekijken, dan kun je elke woensdag om 3 uur inschakelen op Museum TV. Dan hebben we elke woensdag weer laten we een aantal nieuwe verhalen vertellen. Zijn er nog een paar vragen? Tot slot? Ja. Valeska vraagt, wat is er gebeurd met de schrijver van die dagboeken? Die is niet, ik weet niet precies haar verhaal wat er daarna gebeurt, maar zij is niet opgepakt of iets dergelijks. Dus zij was natuurlijk wel gevaarlijk, die schriftjes, want als de verkeerde mensen erachter kwamen, had je wel een probleem. Want zij plakte het ook allemaal anti-Duitse posters in en dergelijke. Maar die werden voor mij ergens op een veilige plek bij je oma of dergelijke, zoiets was het, ergens verstopt. Maar het is wel goed met haar gekomen, gelukkig. En er is nog een vraag, hebben jullie ook een bevrijdingsrok? Of een bevrijdingsrok hebben, dat volgens mij niet. We hebben wel een aantal jurken hier. Eentje, ja, we hebben geen bevrijdingsrok, maar wel een jurk die is gemaakt van parachutestof, als het goed is. Dat kan ik nog even laten zien. Want er was natuurlijk een schaars van allerlei producten, ook stoffen. En zo zie je hier een jurk of rok. Jurk, volgens mij. Die is gemaakt van parachutestof. Die parachutes kwamen naar beneden om wapens te droppen bijvoorbeeld. En die kon je dan weer gebruiken om kleding van te maken. En ze hadden ook nog een keer een jurk die hier gemaakt was van gordijnstof. Omdat voor iemand die ging trouwen. En dat was natuurlijk ook geen stof om een mooie trouwjurk te maken. Maar van je gordijn kon je ook weer iets maken. Zijn er nog meer vragen? Nee, dat was het. Nou, dan gaan we nu echt stoppen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze verhalen. En ik zou zeggen, kom volgende week woensdag nog een keer terug. Dan hebben we weer een nieuw verhaal op Museum TV. Mijn naam is Henk Leutscher en ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. En hopelijk tot een volgende keer in het echt in het museum. Tot ziens.